Kijkers, in april 2018 is er een geldzending vanuit Suriname, vanuit de Surinaamse de Centrale Bank, aangehouden in Nederland. In de afgelopen maanden zijn er wekelijks, bijna dagelijks, artikelen hierover verschenen in de media. Vandaag wordt er een persconferentie gehouden in de Centrale Bank waar men informatie hierover zal verschaffen. Want de governor van de Centrale Bank die is onlangs naar Nederland geweest om hierover te praten. Wij gaan deze persconferentie voor u verslaan en u wordt uitgenodigd om met ons mee te gaan. Wanneer je zaken moet overlaten aan de specialisten, dan is het nog niet meer plek om voor mijn beurt te spreken. Wat wij wel hebben afgesproken met de ieder die gesprekken hebben gevoerd, is die transparantie. Die openheid van zaken, maar op de momenten dat men kan praten. En dat doe ik ook. Want het is in deze dat voor het eerst ik u hier uitnodig om te zitten met het advocatenteam dat Suriname vertegenwoordigt in deze. Ik heb gevraagd aan de advocaten dat het nu wel het moment is, na immers een jaar dat de geldzendingen vast zijn, om je te brieven over waar wij huidig staan en wat de essentie is. Ik heb ook gevraagd aan de bankiers om een nadere uitleg te geven over de impact van deze, maar dat kan ik ook doen. We hebben er geen geheim van gemaakt om te corresponderen met u, te communiceren met u, dat de geldaanhoudingen een enorme impact heeft op onze economie. U ziet kranten verschijnen, artikelen verschijnen in zaken de moeilijkheid van cashdollars opnames, euro opnames. U voelt dat aan, dat die druk er is op de wisselkoers. Het is een enorme uitdaging, onderschat het niet, voor de centrale bank in het gehele afgelopen jaar. Of dat nou mijn immediate past present is geweest, of ik als governor. Om daarmee elke dag op te staan en zeggen, hoe gaan we dit oplossen? Want er moet een oplossing komen. U denkt, misschien is het bedrag wat kleiner voor een economie als Suriname met een wat waardig GDP. Maar wanneer je ziet dat de samenleving op een gegeven moment last krijgt, en niet alleen de samenleving waar ik ook onderdeel van ben natuurlijk, last krijgt voor de dagelijkse operationele zaken van uw persoon, van mijn persoon, dan is het een vervelende zaak. Waar we alle begrip voor moeten hebben, is dat niet wij de schuldigen zijn in deze. En daarom dacht ik op dat moment, ik ben gegaan naar Nederland en we zijn gaan praten niet over 19,5, maar op het weder op gang brengen van die stroom van euro's die hier vastzitten. De duidelijke boodschap moet zijn dat ik een governor ben van de Centrale Bank van Suriname. Met andere woorden, het vertrouwen in eigen munt. De SRB, die hoeksteen. Het vertrouwen van de euro, die tegenwoordig gehandeld wordt tegen 1,05, die tegenwoordig wordt gesmokkeld omdat er een kleine winst beoogd wordt. Dat zijn geen goede zaken voor Suriname. Als u vraagt, de internationale FX is 1,12 of 1,119 vandaag ten opzichte van de US dollar. En hier vragen we de 1,04, zelfs 1-1. En het is zelfs een voorbeeld gegeven dat we een taxichauffeur €50 wilde betalen, heb ik begrepen. En die wilde het niet. Want hij zei, we moeten mee. Wat u moet afvragen, als dat vertrouwen weg is, bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het vertrouwen in de euro? En dat antwoord is al snel gegeven. De Europese Centrale Bank. Niet mijn taak. Dat is het gesprek wat je kunt voeren. Dan vervolgens, wanneer u uitlegt dat er heel veel euro's binnenkomen vanuit Frans Guyana, wanneer de Franse ambassadeur mij kan vertellen dat er €15 miljoen elke dag met Air France rechtstreeks komt richting Frans Guyana. En dat je dat kan aansluiten met 85.000 toeristen. En wat geeft een toerist uit? Gemiddeld 1.000? Dat we heel veel Franse
bewoners hebben aan de rand van Suriname die inkopen komen doen in euro's. Dan krijgen we euro's binnen. Een logisch verhaal. Maar als je de euro's niet kan verzenden, dan creëer je hier een enorme stapel aan euro's. Wat moeten we ermee? Het enige wat ik ermee moet, is dat ik weet dat mijn verzekeringskosten voor de kluis, toch, veel hoger worden. Die moet ik ook betalen. Die moet ik ook overmaken. Maar het is nog meer, nogmaals, niet mijn probleem. Het zijn niet mijn euro's. De euro's zijn van Europa. Dus we worden opgescheept met internationale problemen. Van correspondent banking, geen cashnotes binnen kunnen krijgen. De hele economie raakt op slot. En toch vragen we allemaal waarom we geen cashdollars moeten opnemen. Het is ook die samenleving waar ik een beroep achter moet doen. Dat wanneer uitgelegd wordt van giraal. Wat betekent dat? Nou, simpel. Als ik aan jou dollars verschuldigd ben, dan maak ik dat over op je bankrekening. Simpel verhaal. Immers. Daar is meer dan genoeg dekking voor. Want viraal hebben we ruim voldoende. Het wordt ook dit argument waarbij we op een gegeven moment zeggen, we moeten die leapfrog maken, die sprong naar de toekomst. Ik zei ook altijd, we hebben 99% bezetting van KLM. Oh, vandaag staat in de krant, ze brengen nog een vlucht erbij. Betekent meer euro's voor me. Ik hou mijn haren vast. De toeristen denken, geweldig, kan nog een keertje naar Suriname heen en weer. De winkeliers denken, business gaat goed. En dat is puur omdat alle vluchten vol zitten. En ik denk, nog meer euro's in het land die ik niet kwijt kan. Nog meer risico's voor mensen die op een gegeven moment zeggen, ik neem koffertjes mee zonder het proces te volgen van de deviezen. Commissie, zoals conform is vastgesteld in de deviezenwet 1947. Deze blootstelling van de samenleving van het land Suriname aan internationale organisaties waarbij wij ons niet houden aan wat van ons verwacht wordt internationaal bij de compliance, zoals ik al vaker heb gesproken over de National Risk Assessment, Mutual Assessment, die volgend jaar, Mutual Evaluation, die volgend jaar geschiet, is natuurlijk geen bijdrage voor mij als Surinamer om te zien hoe wij ons waardig kunnen gedragen. Met die boodschap ben ik gegaan naar Nederland. Omdat ik zoveel vragen kreeg over de aanhouding en omdat ik zoveel artikelen zie verschijnen over die aanhouding van 9,5 miljoen, dacht ik, zo transparant als ik ben, ook naar de pers, want dat heb ik beloofd. En omgekeerd hebt u mij beloofd dat we hier als partner, wel kritisch, maar als partner teweeg kunnen, omdat u kritische vragen kunt stellen. Ook over partijen, als u eenmaal het verhaal hebt gehoord, om dan als Suriname te kunnen reageren in de media. Want het is een standpunt die u kan innemen. En wanneer je totaal geïnformeerd bent, daarom doe ik dit ook, dan wil ik dan ook zien het gevoel als Suriname wat u hebt. Wanneer u benijd wordt in de samenleving door acties vanuit het buitenland. Dat is waar ik me op kan beroepen.